mensen van Doe Maar Gamen. Leuk dat we kijken naar deze nieuwe episode van de Hunger Games hier op Doe Maar Gamen. Mijn objectief van deze episode gaat worden om de jump map te halen. En geloof me, het gaat me lukken. Ik heb namelijk even een area gejoind waar iets minder mensen in zaten, maar ik zie dat de mensen er heel snel bij komen. Dus we moeten ons nog een klein beetje vaart maken. Maar ik wil gewoon eens een keer deze jump map halen. Ik heb het al zo vaak gezegd van jongens, ik ga hem een keer halen. Elke keer is het niet gelukt. Maar deze keer, godverdomme, gaat het me lukken. Hoe hard ik er ook voor moet vloeken en schelden, het moet me gaan lukken. Ik weet je, het moet gewoon. Maar weet je, de game staat al over 60 seconden. Dus mijn objective van de dag is al even veranderd na het winnen van de potje. Zo snel kunnen de objective hier op Doe Maar Gamen veranderen. Eerst wil ik een jump bepalen, daarna wil ik een potje winnen. Het kan allemaal hier op Doe Maar Gamen. We moeten toch wat, weet je, we moeten toch wat. Oké, snel, 45 seconden. We can do this, bitches. We can do this. Hierop, hierop, zo hier langs, als aan het baas. Hierop. Zo, en dan moeten we die halen, dat kan. Die halen, oké, dan moeten we die halen. Ja, dat kan ook. En hoppakee, en dan moeten we die halen, dat moet ook nog kunnen. Ah, kutzor, dat komt gewoon omdat ik de hele tijd naar die teller moet kijken. Omdat ik dan bang ben dat ik te laat ben. En dan kun jij dan wel heel erg blij staan met je lelijke ho, hè? Dan kun je wel net alsof dat jij alles bent. Is het überhaupt een ho? Nee, het is geen ho, maar dat maakt niet uit. Hé, hey, villager. Ah, ga er alsjeblieft al, kan ik je... Ah! Wow, what the fuck? Wow, what the fuck, dat kan, dat is super mooi. Mensen die hebben hem er gewoon ervan afgeduwd. Nu kan niemand meer wat kopen in de shop. Oké. En YOLO. Oké, nou, we kunnen beginnen. Oh nee, niet deze map. Alsjeblieft. Je kunt me alles aandoen in de wereld. Nee, niet alles. Maar dit is vrij kloten. Dus let's go. Oké, dat is ook zo balen, dit. Oeh, nice. Spullen, 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 spullen. Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Nee! Nee! Nou, verdomme, daarom haat ik die map dus zo. En jij? Jij kunt wel heel stoer kijken, maar jij gaat zo meteen ook in de brand staan met je lelijke hoofd. Verdorie. En ik maar denk dat ik zo goed ben in de Hunger Games. Ja, dat ben ik ook wel hoor. Het is niet om op te schermen, maar ik vind de Hunger Games niet. Ik vind het altijd wel heel erg, ik vind het sowieso heel erg leuk om te doen. Laten we even deze joinen. Kunnen we even de jump app proberen. En meest, ik vind mezelf er ook in principe best wel goed in. Alleen het is altijd wel balen dat ik altijd op de meest irritante manieren doodga. Ik bedoel, dan denk ik eens een keer een chest te gaan looten in een map die ik al helemaal niet... mag eigenlijk, om het even zo te benadrukken. En dan moet er weer zo'n lelijke gast achter me staan met een fucking vuurbel. Weet je, wie de fuck heeft er nou tegenwoordig een vuurbel? Vroeger, hè, vroeger speelden kinderen met knikkers. Nu spelen ze met vuurbijlen. De jeugd van tegenwoordig. Kom op. Kunnen we niet terug naar de tijd waarbij ze nog met knikkers speelden? In plaats van fucking vuurbijlen. Hoe, en, nou, laat ook maar zitten. Nee, oké, dat staat helemaal nergens. Ik voel me nu net zo'n oude opa in een fucking bejaardenhuis die tegen andere oude opa's onder het eten van een appelmoes zitten zeiken over de jeugd van tegenwoordig. Dat is best zielig. Dat is zielig als je dat doet onder een commentary. Dat is vrij. Hé, dan heb je die kerel van de Yocast, of niet? Dat is zo'n skin van hem. 25 seconden om deze jump map te halen. En natuurlijk moet ik daarom weer een stomme fout gaan maken. Zo van, hé, kijk, we hebben nog 25 seconden. Dus ja, weet je. Het leven heeft toch nu geen zin meer. Want we hebben het toch nog maar heel kort. Hoppakee. Alsjeblieft. Nu, niet nu. Niet nu het god, non nu. Dat is wel vervelend, maar dat maakt niet uit. We gaan ervoor. Hopelijk nu niet weer die schipmap. Daar kan ik altijd wel van balen. Ik haat die map namelijk echt met heel mijn hart. Mijn hart is echt bom bom. Jop, bom bom. Ik haat bom bom. De schipmap. Yes! Yes! Dat zegt mijn hart dan niet. Maar ik zeg yes, omdat we eindelijk deze mogen doen. Deze is echt baas. 1, 0. Nice. Spullen. Oh, nice. Ik heb wel een bel. Ik heb toch iets weten te nakken. Van die kerel. Dus daar ben ik blij mee. Hoppakee. En hop. Dan kan ik in ieder geval even hiervan afspringen. En hopelijk... Nee, nee, nee. Niet in de spinnenweb. 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 Nee, fuck spinnenweb. Kut spinnenweb. God non de jue. Wat een rotting. Door die spinnenweb ben ik nu te laat. Ja, jij gaat wel dood. Dat weet je. Maar dan kun je wel net zo doen dat je... Wacht even. Hoeveel... Ah, hij doet maar 3 damage. Oké. Maar ja, weet je. Daarmee kunnen we hem killen. Ik bedoel, het is iets. Het is iets. En iets blijft toch echt beter als niets. Dus ja. In hoop van zegen dan maar. Even kijken of we deze kerel hier kunnen killen. Hup. Plons. En come on. Ik wil hem echt even killen. Want ik heb het idee dat hij iets heeft. Aan de ene kant ook weer niet. Want anders zou hij niet zo helemaal bang wegrennen. Dan zou hij me wel hebben aangevallen met hetgene wat hij heeft. Dus dat is vrij dom. Dat, ga je hier serieus. Fuck jou, 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 fuck jou. Ja, jij bent dood. Jij gaat dood. Jij gaat dood. Jij gaat dood. Thanks voor... Fuck dit. Echt, geloof me. Fuck dit. Ik denk eindelijk weer eens een keer iemand te kunnen killen. En die dan lekker veel loot heeft. Want ik dacht van ja, hij kent deze map. Want ik zag hem zo slim gelijk naar dit huisje toe lopen. Dus ik denk, oh, die jongen die weet het hoor. Dat is die jongen die het snapt. En toen scheen het dus dat hij het eigenlijk helemaal niet begreep. Want dat is gewoon een redelijke hond. Letterlijk, want de skin was dus van een hond. Maar ik bedoel dus niet om te beledigen. Dit is natuurlijk wel een inside joke waarbij ik hem probeer te beledigen. Maar dat begrijpen jullie denk ik zelf ook wel. Dat spreekt toch wel voor zich. Alleen dat vind ik alweer balen dat ik hem dan toch zeg maar niet heb kunnen killen. Wat zit hierin? Oké, er zit tenminste wat in. Ik hoef hier niet ook niet echt over te
Ja, maakt niet uit. Laten we toch maar even proberen nog wat betere stuff te krijgen. Want we hebben een Spade of Pablo. Alleen die is niet zo goed als een Wooden Axe. Dus ik kan er eigenlijk nog steeds geen ene reep mee. Dus laat ik dan toch maar even proberen ergens iets anders te bemachtigen. Zoals bijvoorbeeld een zwaard, een bow. Of iets anders, want we hebben wel pijlen. Dus in principe is een bow ook niet verkeerd. Maar ja, ik heb liever natuurlijk weer een Iron Sword of zo. Met een wat goede enchantments erop. Ik heb nog nooit eerder een Diamond Sword weten te bemachtigen. Wat vrij raar is, want dat moet kunnen. Je moet een Diamond Sword kunnen bemachtigen. En wat ik jammer vind in deze server is dat ze hier een Skywars hebben. Want dat, jongens en meisjes, dat zou baas zijn. Als ze in deze server Skywars zouden hebben. Dat zou ik echt op prijs stellen, zeg maar. Dat lijkt me wel awesome. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Kleinigheidje hou je toch. Even een kleine reference naar een andere episode van The Hunger Games. Altijd leuk. Altijd leuk, die inside reference. Oké, maar even serieus, jongens. Want we zitten dus nu wel een beetje leuk te lullen. En een beetje te lopen. Alleen ik weet dus echt geen idee wat ik nu allemaal aan het doen ben. Want ik zoek dus nu een chest. Wat mij vrij logisch lijkt. Want ja, we hebben hier natuurlijk wel een bel. Maar ja, met een bel kan je niet veel. Want het blijft een bel. En een bel blijft toch wel eigenlijk best kut. En ik geloof dat iron leggings beter zijn dan chain. Dus geloof ik leer. Nee, het is, zijn we daar al geweest? Ik geloof het wel, maar ik ga toch nog even kijken. Het is geloof ik leer. Leer, gold, chain, iron, diamond. Dat is geloof ik de hele kringloop van hoe zeldzaam dit boel is. Maar hey, don't blame me if I'm wrong, because I don't play Minecraft every day. Ja, oké, dat doe ik wel. Dat doe ik wel. Nee, maar ik bedoel, het zou maar zo kunnen dat het zo is. Maar ik geloof dat chain tussen iron en diamond in zit. Of nee, tussen leer en... nu zeg ik het helemaal verkeerd. Ik geloof dat chain tussen gold en iron in zit. Kijk, dat is wat ik wil zeggen. En nu zeg ik uiteindelijk eens een keer goed in één zin. Dat doe ik altijd. Mijn zin overdoen wanneer ik toch al fout ben. Dan denk ik van, ja, weet je, doe het dan maar helemaal over. Want dan zeg ik de zin half fout, half goed. En denken mensen van, ja, is die Job nou ook half fout, half goed? Padoemtsch. Waar is mijn persoonlijke padoemtsch, man, om dit te vieren? Oké, even serieus. Want ik ben nu echt heel leuk te doen. Alleen ik... Oké, hier is een chest. Nice. Ah, verdorie, nog aan toe. En ik maar denk dat hier iets leuks in zou kunnen zitten. Maar blijkbaar weer niet. Blijkbaar zit hier toch weer allemaal troep in. Nou, ik kan op deze... Oeh, kijk, deze zit heel sneaky. Waarom? Zit er in die sneaky... Hoezo zit hier verdervalling op? Dat is toch alleen mijn boots zo? Nou ja, nu ben ik helemaal in de war, weet je. Laat het maar, weet je. Nu ben ik zo in de war dat ik eigenlijk ook helemaal geen ene reet meer geef om je wat hier aan de hand is. En ik heb hier ook een stok. Oeh, daar is er ook eentje. Zeg nou alsjeblieft dat daar een zwaard of zo in zit. Want waarom krijg ik alleen maar van die kutspullen? Waarom heb ik dat alleen maar? Ik heb alleen maar kutspullen. Kan ik die trouwens openmaken, die chest? Ja, nice. Ik heb hem opengemaakt en ik heb nog steeds kutspullen. Gives you a power-up. Nou ja, dat is dan wel weer leuk. Kun je misschien vliegen of dan kun je een beetje... Hey, kijk mij, ik vlieg. Dat is leuk. Alleen, ik zou liever een zwaard willen. Want nu kan ik alsnog niet helemaal goed PvP. Want ik heb namelijk wel een wooden axe die enorm snel kapot gaat. Dat is één. En twee is dat we er niks mee kunnen als er geen players zijn. En als er wel players zijn, had ik hem gebruikt. Zodat ik hun zwaard zou kunnen afpakken. Maar dan komt weer het tweede probleem. Als ze hun zwaard zouden hebben, zouden ze me daar wel mee vermoorden. Dus dat is zeg maar hoe... Kijk, en dan zeggen ze dat school belangrijker is als Minecraft. Ik leer hier nog wat van. Ik steek hier nog wat in. Kijk, chesten. 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 Oeh, nice. Een flame 2 bow. Kijk, dat is niet verkeerd hoor. Dat is niet verkeerd, jongen. Alleen dan moeten we niet echt bij het water gaan zitten met een flame 2 bow. Dan heeft het namelijk eigenlijk geen enkel effect. Tenzij je natuurlijk zo dom bent om niet in het water te springen wanneer je in de fik staat. Nou ja, weet je. Misschien is je denkvermogen iets minder wanneer je in het fik staat. Weet je, ik kan daar mijn oordeel niet over geven. Hoef ik eigenlijk ook niet, want dan moet ik het eerst meegemaakt hebben. Dat hoef ik niet per se. In Minecraft zou ik natuurlijk wel gelijk in het water springen wanneer ik in de fik sta. Want in de fik staan is kut. Weet je, heel simpel. Moet je niet hebben. Niet in de fik komen te staan. In de fik staan is niet leuk. Moet je ook niet bespotten. Hé, hey, kijk, die jongens zit in de fik. Hey. Nee, is niet leuk. Geloof me. In de fik staan is niet grappig. Maar dat is ook gelijk even het hele probleem van... Ik wil dus nu wel iets gaan ondernemen. Maar daarvoor moet ik wel eerst even een zwaard of zo hebben. Want ik heb hier een golden ingot. Nou, ik weet niet wat ik daarmee moet. Ik bedoel, als ik naar twee had, een zwaard kunnen maken. Een zwaard, dat zei ik ook heel raar. Een zwaard kunnen maken. Maar dat kan nu dus ook niet. Dus het is heel simpel. Of we moeten twee iron ingots hebben. Want we hebben namelijk een stick en dan een workbench natuurlijk. Ja, daar, en toen was het leven van Job in de Hunger Games alweer afgelopen. Het leven kan echt heel hard staan, jongens. Ik ga nog één keer de jumppad proberen. Het is echt de allerlaatste keer dat ik ga doen. Ik had in het begin van de episode ook gezegd dat dit mijn objective zou worden. En dan ga ik jullie daarna bedanken voor het kijken. Want de jumppad hoort toch echt wel bij de Hunger Games. Elke keer wanneer wij in deze area zitten, dan zitten wij die jumppad te spelen. En de eerste drie sprongen van de jumppad zijn piece of cake. Dat kan iedereen. Echt, geloof me. Zelfs iemand die nooit Minecraft heeft gespeeld, kan dat nog. En dat is echt de slechtste manier om een grapje te maken. Maakt niet uit, oké. Do you want the iron sword? Sword. Sword, oké, dat lijkt er meer op. Ik wou net zeggen, we gaan geen grammar mistakes maken hier, hè. En de Hunger Games, dat is een beetje minder waardig. Ah, fuck, ik ga het nog een keer proberen. Ik moet het halen, jongens. Ik zeg niet dat we deze episode ook gelijk gaan halen. Want dan zit ik eraan vast en dan moet ik zo meteen als het niet lukt zeggen van, ja, maar... Wacht eens even. Dit is leuk, we gaan even één ding doen, hè. Eén ding doen. Ja. 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 Heb je nog één laatste woord? Oké, dat is echt balen. Nu viel ik valken zelf ook. Maar dan maak ik... Oh, zal ik eens een keer zo de jump proberen? Gewoon eens een keer. Voor de grap. Ik denk niet dat het gaat lukken.
gelijk iets meer dat Mario effect eigenlijk. Of iets meer dat GTA effect eigenlijk. Mario, dat is niet echt mij als tweedimensionaal. Tenminste, ik heb maar net welke je speelt. Oh my god, ik haalde hem wel, ouwe. Ik haalde hem wel, gewoon met F5. Dat vond ik best knap. Misschien is het zo fijner om de jump map te doen. We doen het nog één keer. En ik heb geen idee wat voor gezegde daaraan vast zit. Ik weet alleen 3 keer scheepsrecht. Maar ja, 1 keer dat is een stuurboord dan, denk ik. Ik heb geen idee. Maar fuck it, we gaan het nog 1 keer proberen voordat ik de episode eraf zou hebben. Lekker 10 minuten met jullie. Of zoiets, ik heb geen idee. Ik denk 10 minuten. Ik heb zo'n gevoel dat ik al 10 minuten opneem. Dus dat is netjes voor een episode van de hungerspellen, van de hongerspellen. Weet je dat het helemaal niet fijn is om op deze manier te spelen? Dit is veel fijn omdat je dit gewend bent. Hoppakee, dat is 1. Hoppakee, dat is 2 keer. Deze lukt bijna nooit, weet je dat? Hop. Oh, fuck zo. Ja, jongens, bedankt voor het even een like als je dit leuk vond. Even een reactie achter. En deel dit op Twitter met @DutchTuber. Deze jongen hier, als je er meer van wil. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe episode van Hunger Games. Jullie doen maar gamen. Later.